Vier oefeningen, vier rondes. Eerste oefening de bear walk, 20 meter. Tweede oefening de dynamic blackburn. Een oefening om de rugstrekkers te stabiliseren, bovenrug goed stabiliseren. Derde oefening is de plank, forearm plank. En de laatste oefening de jumping lunges. Eerste oefening de bear walk. Kleine stapjes. Ja. De bear walk. Dynamic blackburns. Hier is de bear walk. En vanuit deze positie gaan we naar de dynamic blackburn. Ja, goede oefening om de stabiliteit aansturen van de spieren tussen de schouderbladen. En tevens een mobilisatieoefening van de bovenrug. Blackburns, 15 keer. Derde oefening gaan we naar de plank. 30 seconden. Ja, proberen de oefening in deze positie aan te houden. Stel dat in ronde 2 de oefening te makkelijk is, 30 seconden, kun je ook de oefening wat moeilijker maken door één arm uit te strekken. Ja, dan doe je 15 seconden de ene kant, 15 seconden de andere kant. En als je hem nog moeilijker wil maken, doe je kruislinks, arm en been, 15 seconden. En de andere kant, 15 seconden. Ja, de oefening kun je variëren van makkelijk naar moeilijk. En de laatste, de jumping lunges. Kleine sprongetjes, hè? Heupen en schouders mooi in één lijn houden. Ja. En mooi lekker lichtvoetig bewegen. Wel zorgen dat je goed met de knie naar beneden gaat. Denk op straat, hè, dat je niet in één keer naar beneden klapt. Heel rustig even aanvoelen hoe diep je zit. Vier rondes, vier oefeningen.